Hoi, welkom bij de podcast van Venitel. Ik ben expert, coach en ervaringsdeskundige op het gebied van het helen van narcistisch misbruik. Ja, en een van de meest kenmerkende eigenschappen van een narcist is dat deze absoluut niet tegen kritiek kan. Op het moment dat jij dit uit, dan zal hij of zij sterk in verzet gaan en meestal ook erg boos worden. Hij kan laaiend worden, maar het kan ook zijn dat het een soort implosie naar binnen is. Dus als het meer een openlijke narcist is, zo'n narcist waar het van afdruipt, dan kan die echt gewoon zo woedend worden dat je daar heel erg bang van wordt. Maar als het een wat meer verborgen narcist is, dan kan die woede meer in hemzelf zijn, een soort implosie. Maar dan kan het op een later moment er wel uitkomen. Dan kan hij allerlei dingen gaan doen en wraakacties tegen jou gaan hebben die er dan later uitkomen. Nou, en helemaal het geval als je een narcist in het openbaar aanvalt of bekritiseert, dat is een doodsteek. Een doodsteek voor de relatie tussen jou en een narcist. Want als je dat doet, of als je dat een aantal keer doet, dan kan zo'n relatie nooit meer stand houden. En in de 22-jarige relatie die ik heb gehad met een narcist, een openlijke narcist was dat, heb ik hem nooit openlijk bekritiseerd. Maar ook niet één op één. Wel eens dingen gezegd, ook in ruzies, maar ik heb hem nooit openlijk bekritiseerd. Want intuïtief voelde ik al aan, ik had toen helemaal nog niet de kennis van de narcist, maar intuïtief voelde ik al aan dat dat over een grens heen zou gaan. Dus een narcist die, als hij door iemand ook bekritiseerd wordt, dan verbreekt hij ook direct zo'n relatie. Dan behoort zo iemand absoluut niet meer tot de mensen waar hij of zij zijn energie op richt. In 2013 stopte ik met die 22-jarige relatie en daarna ben ik gaan helen. Maar ik heb ik werkte toen ook nog als ZZP-consultant in het bedrijfsleven. En in 2016 had ik nog een opdracht. Het was een heel bekend bedrijf, een groot bedrijf, vooraanstaand bedrijf. Ik zal even geen namen noemen. Het was ook een vooraanstaand manager, professor, dokter, een hele hoge pief, zullen we maar zeggen. En daar werkte ik direct voor. Die had mij aangenomen omdat hij hulp nodig had. Dus hij kwam er niet uit en ik kon dat fixen op dat moment. Maar wat bleek, en dat merkte ik al snel, hij was een narcist. Het is niet de eerste keer dat ik voor narcisten op hoge posities ook heb gewerkt in het bedrijfsleven. Dus in mijn 20-jarige carrière als consultant in het bedrijfsleven is dat meerdere malen voorgekomen. Maar toen ik daarmee aan de slag ging, toen was ik natuurlijk al een heel stuk geheeld. En toen was het voor mij heel moeilijk om consequent dat vol te houden, dat ik geen kritiek op hem zou uiten. Want ja, natuurlijk, het was een hele fijne opdracht op dat moment, even los van de narcist, zullen we maar zeggen, die ik niet direct kwijt wilde. Maar ik kon ook niet meer die kritiek inhouden, omdat ik op een gegeven moment gewoon dingen zag die echt niet klopten. En dus ik stelde dat wel aan de kaak. Maar ik merkte op het moment dat ik dat al deed, dat ik over de grens heen was gegaan. Want ik zag ook zijn reactie. En hij was nou niet iemand die openlijk direct boos werd. Maar ik zag wel aan zijn gezicht en aan zijn houding dat het hem diep raakte. En op een gegeven moment, toen mijn contract zou eigenlijk verlengd worden, maar die werd dus heel plotseling niet verlengd. En ja, ik wist waarom dat was. Dus dat is dus van dat als je dus inderdaad een narcist openlijk aanvalt. Nou, er was nog één andere medewerker bij. Het was nog niet eens zo heel openlijk, maar dat was niet één op één.
Dan is het einde verhaal. Dus dat was einde verhaal van die opdracht in ieder geval. Ja, en waarom kan dan een narcist zo slecht tegen kritiek? Want een narcist staat toch heel vaak bekend om dat hij heel zelfverzekerd lijkt. Nou, als je meer van mijn podcast of video's hebt gekeken, beluisterd, dan hoor je daar ook wel steeds in terug dat die dat zelfverzekerd zijn, dat dat wel zo lijkt aan de buitenkant, maar dat het een masker is. Dus dat als je in het hoofd van zo'n narcist zou kijken, dan zou je zien dat die zich dus niet zelfverzekerd voelt. Dat die zichzelf heel erg onzeker voelt. Heel erg minderwaardig. Dus de narcist heeft heel, heel weinig zelfvertrouwen. Dus dat is heel erg fragiel. En op het moment dat jij hem kritiseert, dan komt dat binnen als een bom. Dus hij kan daar gewoon niet tegen. En uit onmacht krijg je dan een enorme lading op je af. En die lading, die bommen of vuurpijlen die de narcist dan weer op jou afschiet, ja, die kunnen jou weer diep raken. En als je een beetje empathisch bent ingesteld en een pleaser en codependent bent, ja, dan kan je daar heel erg van in de war raken. En het ook heel persoonlijk opvatten dat het aan jou ligt dat jij iets verkeerds hebt gedaan. En dat is absoluut niet het geval. Maar dat is wel wat je meestal denkt. Ja, en zo is dat patroon eigenlijk heel erg... het is heel erg subtiel. Dus weet je, de lading is heel erg groot, maar het patroon zelf is heel erg verborgen en je komt er niet heel snel achter wat het nu is. Maar in ieder geval weet dat als je met een narcist te maken hebt en je krijgt de volle lading, dat dat niet eens zozeer persoonlijk met jou te maken heeft, maar puur met wat je dan op dat moment gezegd of gedaan hebt, wat een normaal gezond volwassen persoon totaal niet zou treffen. Dus die zou daar totaal niet zo op reageren. Maar voor de narcist, die kan daar niet tegen. Dus bij een narcist moet je altijd slijmen, zullen we maar zeggen. Altijd zoveel mogelijk bewondering geven. En dan voelt hij zich veilig. En anders voelt hij zich ontzettend onveilig. Ja, er valt nog heel veel over dit onderwerp te zeggen, maar ik vind het ook fijn om deze podcast een beetje beknopt te houden, dus dat doe ik hierbij. Mocht je er zelf nog iets over op te merken hebben, plaats gewoon vooral een comment, weet je wel, want het is een onderwerp waar we natuurlijk met z'n allen nog veel meer over moeten spreken en veel meer over moeten delen. En abonneer je ook even als je dat nog niet gedaan hebt en als je dit een waardevolle podcast vindt, dan krijg je ook een melding als de volgende podcast weer klaar staat. Ik kan het ook heel erg waarderen als je een like geeft of inderdaad een opmerking maakt, jouw visie erover geeft. Of gewoon dat je even deelt dat je iets van die lading die het bij jou oproept kwijt wilt. Nou, ik zie je heel graag weer bij een volgende podcast. Doeg!